Er was niemand die echt wilde weten wat het probleem was of het echt wilde oplossen. Alle klachten werden apart bekeken, niet als patroon. De academische vrijheid is in het geding. De minister van OCMW heeft de KNW om advies gevraagd over sociale veiligheid in de Nederlandse wetenschap. In dat advies bouwen wij voort op eerdere rapporten. We hebben geprobeerd onzichtbare krachten zichtbaar te maken. Daarmee willen we een proces in gang zetten om de voedingsbodem voor ongewenst gedrag te neutraliseren, om problemen in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. In een sociaal veilige omgeving zijn mensen beter in staat om van elkaar te leren. Ze zijn er minder bang om fouten te maken en beter in staat om nieuwe mogelijkheden te verkennen. Sociale veiligheid is dus nodig om goed te kunnen samenwerken. Het is daarmee een centrale voorwaarde voor goede wetenschap, net zoals wetenschappelijke integriteit. Op papier is er van alles geregeld, maar in de praktijk gaat het elke keer mis. En dat heeft grote gevolgen voor alle partijen. Hoe vervul je de zorgplicht? Welke voorzieningen zijn er? Een rapport stop je het liefst in de la. Om van papier naar praktijk te komen, brengen wij onzichtbare krachten in beeld. Dat is nodig om tegenkrachten te kunnen organiseren. Want het gaat vaak om onbewuste processen. En die zorgen ervoor dat dezelfde problemen keer op keer terugkomen. En daarom is het zo moeilijk om goede oplossingen te vinden. Er is geen regie. Wie is waarvoor verantwoordelijk? Het gaat om bewustzijn, maar het moet ook structureel goed geregeld zijn. We kijken om te beginnen naar de organisatiestructuur. Daar is sprake van grote werkdruk en schaarste van middelen en posities. Dat zorgt ervoor dat er veel nadruk wordt gelegd op de uitkomsten en prestaties die worden geleverd, terwijl er vaak minder aandacht is voor de manier waarop deze tot stand komen. Daarnaast is er sprake van grote machtsverschillen en afhankelijkheden. Dat is tot op zekere hoogte onvermijdelijk, maar het kan ook machtsmisbruik in de hand werken. En tegelijkertijd is de universiteit een grote en complexe organisatie, waardoor het moeilijk is zicht te krijgen op alles wat er gebeurt op alle plekken en ook oplossingen die op de ene plek worden ontwikkeld ergens anders niet altijd zichtbaar zijn. Het is dus belangrijk om voor die onzichtbare krachten tegenkrachten te organiseren. Juist als de werkdruk zo hoog is en de middelen zo schaars, is het belangrijk om te investeren in een goede samenwerking en mensen die daaraan bijdragen daar ook voor te belonen. En omdat er zulke grote machtsverschillen zijn, is het de taak van de organisatie om leidinggevenden te wijzen op hun verantwoordelijkheid voor het welzijn van hun medewerkers. En in zo'n grote en complexe organisatie is het dus zaak om actief signalen op te halen en patronen in kaart te brengen van risico's voor ongewenst gedrag. Het eerlijke gesprek wordt niet gevoerd. Alle vrouwen gingen weg en niemand vond dat gek. Ook in de cultuur zijn onzichtbare krachten te zien. Veel mensen zien wetenschap als een puur rationele activiteit, waardoor er vaak weinig aandacht is voor zaken als emoties of zelfs sociale vaardigheden. Dat zorgt ervoor dat gedrag eigenlijk bijna nooit echt een onderwerp is van gesprek, terwijl dat wel nodig is om de sociale veiligheid te garanderen. En tenslotte zien we dat mensen met een andere achtergrond het gevoel hebben dat zij zich niet kunnen uitspreken over wat zij vinden van de heersende omgangsvormen en dat zij worden geacht om zich daar maar gewoon aan te passen. Ook in die cultuur is het dus belangrijk om tegenkrachten te organiseren. Dat doe je door te praten over gedrag. Dat helpt om te begrijpen waarom mensen doen wat ze doen en hoe je het zou kunnen veranderen. Om dat te kunnen doen, moet je natuurlijk de vaardigheden ontwikkelen als die ontbreken. En daar heeft de organisatie ook een belangrijke taak in. En tenslotte is het belangrijk om iedereen een stem te geven. Want als het gaat over gedrag en hoe we met elkaar omgaan op de werkvloer, dan mag iedereen daarover meepraten. Echt luisteren en zeggen, het spijt me, doet al heel veel. Of het goed gaat, hangt over personen. Het is niet geborgd. Ook in het systeem wat wordt gebruikt om gedrag bij te sturen, zijn onzichtbare krachten te vinden. Ten eerste zien we dat de zorgplicht eigenlijk niet zo goed is uitgewerkt, waardoor mensen vaak niet duidelijk hebben wat dat precies betekent en wat ze moeten doen. Terwijl dat op andere vlakken, bijvoorbeeld als het gaat om wetenschappelijke integriteit, wel heel duidelijk is.
Ten tweede zien we dat als er problemen ontstaan, dat de werkgever in een soort spagaat van verantwoordelijkheden terechtkomt. Aan de ene kant wil deze recht doen aan de melder en de omstanders en uitzoeken wat er aan de hand is en daar actie op ondernemen. Aan de andere kant is het belangrijk om degene waarover geklaagd wordt ook te beschermen, want die verdient ook een zorgvuldige behandeling. Het is heel moeilijk voor de werkgever om al die verschillende partijen op een goede manier te behandelen. Dat leidt er vaak toe dat mensen zich niet gehoord voelen of niet rechtvaardig behandeld voelen, omdat die behoefte aan zorgvuldigheid er ook toe kan leiden dat zaken heel lang duren of intransparant lijken. En dat maakt het soms alleen maar erger. Ook in het systeem om problemen aan te pakken is het dus nodig om tegenkrachten te organiseren. Dat kan bijvoorbeeld door gedragscodes beter uit te werken, maar ook door te zorgen dat ze vaker onderwerp van gesprek zijn en echt tot leven komen. Het kan ook door problemen zodra ze zichtbaar worden ook meteen bij te sturen en mensen de kans te geven om zichzelf te verbeteren voordat de problemen groter worden. En tenslotte is het belangrijk om de mensen die zich bezighouden met deze problemen meer met elkaar te verbinden, zodat ze van elkaar weten wat ze doen en dat ze van elkaar kunnen leren en als het nodig is samen kunnen werken aan de oplossing van complexe problemen, zodat iedereen zich gesteund voelt. Als je dus aan de slag gaat met het organiseren van tegenkrachten in de structuur, in de cultuur en in de systemen van de organisatie, dan lukt het om die sociale veiligheid beter vorm te geven en maak je een werkklimaat waarin iedereen zich veilig voelt en goed kan presteren. Het is dus de moeite waard om te investeren in de universiteit van de toekomst, waar er ruimte is voor wetenschappelijke idealen en academische vrijheid. Je kunt dat doen door aan landelijke afstemming te werken, maar iedereen kan er ook zelf mee aan de slag in zijn eigen omgeving. Welke spelregels hebben wij eigenlijk voor gedrag? Als dan afspraken? Hoe kunnen leidinggevenden als dan afspraken maken? Wat is er eigenlijk nodig om goed met elkaar samen te werken? Ga zelf aan de slag met de handreikingen in het adviesrapport via knw.nl/socialeveiligheid.